Goed, ik ga het vertellen. Ja, mijn stem klinkt een beetje... Gisteren een feestje gedaan. Dus ik ga iets vertellen over SQLite en SQL Pro en hoe je dat kunt gebruiken om de data die in je site zit of die in je site moet terechtkomen of die van een andere site komt, hoe dat je daar meer inzicht in kunt krijgen. Heel veel analyse voor dat soort dingen gebeurt in Excel, spreadsheets die aan elkaar gaan worden op allerlei manieren. Dat is super handig voor data die heel makkelijk in twee dimensies te vatten is, maar dat is niet altijd. Je moet soms verbanden leggen en dingen met elkaar vergelijken en dan wordt dat heel snel heel vermoeiend. Er zijn ook tools in WordPress, plugins, die je zelf kunt gaan bouwen waarbij je complexe datarelaties en grafieken genereert, maar dat is soms niet handig als je bijvoorbeeld alleen bij het opzetten van de site dat nodig hebt en daarna nooit meer. Een beetje verloren moeite. Of als je dat maar heel af en toe nodig hebt. Dus in dat gat zie ik dan SQL Pro en SQLite en dan een extra toolje dat je daarvoor kunt gebruiken om die SQLite zichtbaar te maken. Dat zijn allemaal open source tools. Ik zal beginnen met SQL Pro. Dat is eigenlijk, veel mensen kennen waarschijnlijk PHP MyAdmin, wat een webhosted manier is om je MySQL database te beheren, dingen eruit te halen. SQL Pro is min of meer hetzelfde. Maar dan op je desktop, dat is een macOS-applicatie, dus helaas niet op Windows. En ook niet op Linux, denk ik. Dus geconnecteerd op je database, op tal van manieren. Dat kan gewoon lokaal zijn, dat kan via een SSH-tunnel zijn, dat kan van alles zijn. En dan kun je bijvoorbeeld al hier, ik heb hier een WordPress-database en ik zit in PostMeta. En ik kan er al gaan filteren op een bepaalde meta-key en daar kan ik misschien al dingen van halen. Ik kan hier ook rechtstreeks een CSV gaan exporteren. Ik zal eerst even... Je kunt ook gewoon queries doen, zoals dat in PHP MyAdmin ook gaat. Die zijn color-coded. Het toffe daaraan is dat je die queries kunt opslaan. Lokaal, of voor die specifieke database-connectie of globaal in heel je SQL Pro-config. Dus dan kun je die later ook terug gaan doen. Dat is heel praktisch. Zonder dat je dus PHP MyAdmin op je server moet gaan zetten of dat er al opgezet moet worden. Exporteren, heel handig uiteraard. Je kunt een CSV exporteren van een bepaalde query, dus van alleen die kolommen in die bepaalde relatie, afhankelijk van je SQL-kennis, kan dat heel ver gaan. En je kunt ook een SQL-dump doen. Dit is een CSV dat je kunt exporteren, bijvoorbeeld. Je SQL-dump, daar kies je dus alle tabellen, of dat je structuur, content, of dat je de droptable-syntax erbij wilt. Je kunt allemaal kiezen. Dit is natuurlijk wel, als je heel je WordPress-database, en zoals in mijn geval als een database met wel wat in, en je doet heel die dump hier, dat gaat heel lang duren. Dat doet uiteraard beter op je server en dan gewoon het faaltje downloaden. Maar voor één of twee tabellen werkt dat prima. En ook voor de structuur is dat heel handig als je een database-structuur moet exporteren. Voilà, dan het, en dit vind ik het tofste van de twee, SQL Pro is een handige tool, maar SQLite is SQLite en DB Browser. De URL's staan eronder. Ik noem dat Excel on steroids. SQLite is wat ze zeggen zelf, de meest gebruikte SQL database, of de meest gebruikte database ter wereld. Want dat zit in heel veel desktop-applicaties. In Firefox gebruikt dat voor caching, Dropbox gebruikt dat om allerlei configuratie op te slaan. Dat zijn allemaal SQLite databases. Het toffe daaraan is dat file-based, dus dat is één file, is uw database met alles in. Queries, data, views, indexen, al wat je wilt. Het is vrij standaard compliant SQL, dus als je SQL kent, kun je dat daar gebruiken en de queries die je daar hebt geschreven, kun je ook in andere omgevingen gaan hergebruiken zonder al te veel wijzigingen. Er zijn heel veel libraries voor, Python, PHP, dat bestaat allemaal, dus je kunt daar alle kanten mee op. Als je dat foutje hebt, kun je dat op allerlei manieren gaan aanspreken. En het is open source, future-proof, als je dat nu gebruikt, ga je dat binnen 5 jaar waarschijnlijk nog open krijgen. Het is geen technologie die zomaar gaat verdwijnen. Het is SQLite, dus het is geen full-fledged web-app database. Het nadeel is een beetje, je hebt maar één user eigenlijk. Je connecteert erop, je doet dingen en je database is locked. Terwijl je dat doet, kan niemand anders iets doen. Wat dat perfect is voor desktop-applicaties, maar iets minder voor een web-applicatie. Je hebt geen netwerktoegang zonder dat je daar extra shenanigans gaat bijsteken. En je kunt dat ook niet tunen op performance of zo. Dat werkt niet. Je kunt dat niet gaan optimaliseren. Dus voor een webapplicatie met 10.000 users, geen goed idee. Dan SQLite Browser. Ze noemen dat DB Browser. De meest belachelijke naam voor een applicatie ooit, als je moet gaan googlen.
Maar dat is dus een visuele omgeving waarin dat je dan dat soort databases kunt gaan beheren. Dat maakt het heel toegankelijk. Het is bedoeld voor developers en gewone gebruikers. Wel iets wat... De geavanceerde Excel-gebruiker, zal ik zeggen. Dus iemand die toch weet wat dat aan het doen is. Maar je moet dus geen code kunnen schrijven om zo'n SQLite-database te kunnen gaan benaderen. Het voorbeeld dat ik gebruik is de lerarenkaart. Dit is een lerarenkaartvoordeel. Dat heeft dus een naam en een locatie en zo. Ik wil weten hoe dat die verdeling zit doorheen de verschillende geografische regio's van België. Ik gebruik daarvoor de NIS-codes. Dat is iets anders dan postcodes. Het wil zeggen, het eerste cijfer van een NIS-code is de provincie, het tweede het arrondissement en dan de gemeente. Dat betekent dat je op basis van een NIS-code perfect kunt zeggen van in die gemeenten liggen in die provincies. Die NIS-codes zitten niet in mijn WordPress-database. Maar ik heb wel een tabel gevonden waarin ik die allemaal vind. Ergens online, dat is met Franstalige gemeentenamen, maakt nu niet uit. Maar ik heb dus verschillende kolommen met al die postcodes. Ik heb dat daar opgesplitst. Ik kan er nu proberen van in Excel te gaan koppelen aan mijn website-data. Maar ik ga dat met SQLite doen. Dit is DB Browser, met een nieuwe database die volledig leeg is. En dan kunnen we hier bijvoorbeeld ons aanbod gaan importeren. Dat is een CSV. Dus ik kies met een CSV-file. En die wordt dan eigenlijk op basis van de kolommen dat daarin zit, wordt er een tabel aangemaakt. Ik krijg een preview. Hop, input, import completed. Voilà. En ik heb al mijn kolommen en ik heb al mijn data. Klaar. En ik kan ook al direct gaan filteren als ik wil. Dan ga ik de NIS-codes importeren. Dus ik heb dat Excel-lijstje van daarjuist, waarin al die codes opgesplitst staan. Ah. En dan heb ik dat op dezelfde manier beschikbaar. Voilà. Dan, nu hebben we natuurlijk al die verschillende NIS-codes in verschillende kolommen. Om dat overzichtelijker te maken, willen we NIS-code, postcode, twee kolommen, alles onder elkaar. En dat kan ik doen. Ik heb hier een SQL statement. Ik heb al die verschillende postcodes geselecteerd, allemaal onder elkaar gezet en gecombineerd. Voilà. Dus ik kies kolom postcode 1, postcode 2, postcode 3. Ik noem die allemaal naar postcode en ik zet die allemaal onder elkaar. En ik kan er gewoon één statement create view voor zetten. Ik moet hier een naam geven, uiteraard. Ja, het is niet zo heel leesbaar, maar wat ik kan doen, is hopelijk min of meer leesbaar. Voilà. Als ik daar run, dan is die view gemaakt. Je krijgt van onder ook in je console krijg je ook feedback. Dus ik heb hier een view, en dat is een soort virtuele tabel met al die gegevens in. En dit kunnen bijvoorbeeld al als developer, zouden dit al kunnen geven aan iemand. En die kan daar dan verder zelf mee aan de slag. Als die zelf die dingen kan filteren of daar een CSV van kan exporteren, dan kan hij daar zelf mee beginnen werken. Dus je kunt dan zeggen, ik zal u een database maken met de views in. Ik stuur een SQLite-file door. En als die dit open source portable tooltje heeft, dan kan die dat installeren. Kan die dat zelf gaan bekijken. En nu willen we, dat is wat laatste dat ik ga doen, is de totale per regio gaan berekenen. Dus hier heb ik een lijstje van automatisch alle totalen in België, provincie Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Brussel enzovoort. Dus dat is een query die is redelijk complex. Maar als je dit wilt raadplegen, hoef je dat dus niet te kennen. Dan kun je gewoon dat filetje delen. Dus ik kan maken er ook een view van. Ik kan even skippen naar het volgende al. Stel dat we nu merken, we hebben ontbrekende postcodes. Ik heb hier postcodes. Wacht, hè. Ja. Alle. Voilà. Ik zie hier van boven allemaal postcodes die niet bestaan, dus waar er blijkbaar geen connectie voor gevonden is. Bijvoorbeeld 2140 daar. Ik wou het niet live doen. Voilà, 2140 is een ontbrekende postcode. Ik weet toevallig dat Borgerhout is, dus die moet bij Antwerpen gezet worden. Dus dan ga ik kijken. Ik heb hier nu 240 in Antwerpen. En ik kan nu gaan kijken naar mijn...
NIS-codes, 2140. Die komt er een paar keer voor, die is zogezegd niet gevonden. Die kan ik dan hier gaan, ik moet envers zoeken, want die is in het Frans te doen. Ik voeg die toe in het kolommetje 13. In mijn hele gebruiksonvriendelijke lijst. En je gaat zien dat ineens mijn view eigenlijk up-to-date is. Dus hier komt die 2140 al niet meer voor, die ontbreekt. En bij mijn totale, dus hier staat die ook in. 2140 staat bij Antwerpen in die view. En bij mijn totale heb ik nu ook ineens 248, dus dat is live geüpdate. Voilà. En alles is in één file. Het Python-stuk zal ik skippen, dus de Python-library. Voilà, dank u. Als mensen vragen hebben, kunnen ze toch ook nog wel bij jou terecht? Ja. Nee, bij mij kunnen ze niet terecht. Jawel, hè. Lightning Talks.